We gaan kijken naar Destiny Leverman met Mojito. Leuk jullie kijken naar een nieuwe video en jullie horen het misschien wel aan mijn stem. Ik ben heel erg hees. Ik heb namelijk net 3 kampweken achter de rug als leiding. Dus ik ben een beetje hees in mijn keel. Maar ik heb vandaag weer een wedstrijd en dit wordt dus mijn tweede wedstrijd in de L. En ik heb er onwijs veel zin in. Alleen deze wedstrijd heeft wel een paar speciale dingetjes. Want het is namelijk op gras. Deze hele wedstrijd is op gras. Dus het inrijden en in de baan is op gras. En ik heb nog nooit wedstrijd op gras gereden. Dus dat vind ik best wel spannend. En Mo krijgt dus nu ook voor het eerst kalkoenen. Dat zijn van die stiften die er zo indraait. Dat zal ik straks eventjes aan jullie laten zien. Ik heb nog niet omgekleed, want ik heb net nog gewerkt op een manege. Dus dat doe ik zo meteen ook eventjes in de trailer snel. En het is in Ede en het heet het Heideconcours. Dus het is echt, ja, het is een soort van de Heideweek nu in Ede. Dus ja, ik ben heel erg benieuwd wat het allemaal inhoudt. Maar ik ga me nu eerst even snel aanmelden en kijken hoe ver ze zijn. We zijn dus nu mijn schoenen aan het poetsen. Deborah is trouwens ook mee. Poei. En Mo zat binnen de trailer en net ging het eventjes heel hard regenen nadat ik me aangemeld had. Maar nu is het droog en dat is de lucht, dus er komt waarschijnlijk nog een regenbui aan. Maar daarna hoop ik dat het goed is en dat het niet te glad wordt. En ik heb dus kalkoenen en die gaan er straks gelijk in, zodat het niet vies kan worden. Want gisteravond hadden we best wel een beetje gezeik met die kalkoenen en zo, want het ging niet helemaal goed erin. En toch gelukkig was er iemand van de manege die zijn speciaal schoonmaakding had, waar je zo 3 keer indraait en of zoiets. En dan zijn ze gelijk helemaal schoon. Dus ja, ze zijn nu nog schoon. En de stiften gingen er vanmorgen op de manege nog in, dus ik hoop ze meteen op. We zijn nu nog even mee op aan het schoonmaken. En we gaan even kijken hoe ver ze zijn en dan straks Mo opzadelen. En ik ben echt super benieuwd of ik kan starten. Ik hoop het zo erg, want ik heb zoveel zin om eventjes een wedstrijd te rijden. Ik ben zelf bijna klaar voor de wedstrijd, maar ik kan nog beloven dat ik aan jullie de stiften zou laten zien. Kijk, dit zijn dus stiften. Ze zijn al een beetje vies. Maar dat zijn dus uitstekende dingen. Er zitten gaatjes in die hoefijzer. Sommige hoefijzers hebben dat wel, anderen niet. Maar ik heb er nu voor gevraagd. Voor wel. En dit drukt dus, dat geeft het paard iets meer stevigheid. Dat hij dus niet gaat glijden. En ik ben heel erg benieuwd hoe motor op reageert. Waarschijnlijk merkt hij het niet eens, want het drukt gelijk zijn glas in. Maar dat zijn dus de stiften. Nou, we zijn nu parcours aan het lopen. En het is dus echt mijn allereerste wedstrijd op het glas. Goed, het is niet glad of zo. Dus ik hoop dat het droog blijft, want de wolken zien er nog steeds niet zo best uit. Maar ja, het waait wel, dus misschien waait het snel over. En er zitten best wel een paar heftige hindernissen tussen, zie ik. Zoals die hier met die pompjes. En er zit daar waar nu een 12 bij staat, dat is een hele smalle. Dus ik hoop maar dat Mo alles gaat springen. Maar goed, we zullen het ook. Destiny Leverman met Mojito. En deze combinatie rijdt haar eerste parcours. Running out of time.
used to feel so far away. Didn't think I had a part to play. I used to let things bring me down. I would walk with my eyes to the ground. But I knew I could find a way to push through. Every word they'd say, I grew strong. I knew right from wrong. And now I feel it too. I'm alive. Yeah, I'm alive. I'm alive. Yeah, I'm alive. I love every moment with you. And I want you to know I do. I'm wordt niet meer te paard gaan, dat vind ik best wel jammer, maar ze hebben dus net omgeroepen en ik ben op mijn eerste parcours tweede en op mijn tweede parcours eerste en ik ben zo ontzettend blij, echt wauw, ik heb zo'n toppony. Oh, mijn dag kan echt niet meer stuk, ik ben zo zo blij. Oh, ik ga zo meteen een prijs ophalen bij het cafetaria dinges ofzo en ik ga mo zo afstaan. Ik vond het wel jammer dat het niet met ere ronde is, want dat ik had het leuk om te doen. Ik heb het één keer eerder gedaan en ik zou het heel graag nog een keer willen doen, maar ja. Dat kan hij niet, omdat ze best wel erg uitlopen vanwege de tijd en zo. Maar ik ga nu zo naar mijn prijs ophalen. Ik ben heel erg benieuwd. Ik heb net mijn prijzen opgehaald en ik ben zo ontzettend blij geworden. Op mijn eerste parcours ben ik tweede. En op mijn tweede parcours ben ik de eerste geworden. Dus ik ben zo blij. Ik zal even mijn prijzen er even bij. Ik heb dus twee rosetten gekregen. En zo eentje, maar die kreeg iedere ruiter. Maar die kan ik dan ergens ophangen dat ik dus meegedaan. Want dit was dus zo'n apart concours, het heideconcours. En ik heb dan nog ook nog twee geldprijzen gewonnen. Ik heb voor eerste plaats heb ik 15 euro. En voor tweede plaats heb ik 12,50. Dus mijn startgeld is terug. Plus een beetje winst. Dus dat is natuurlijk top. Ik bedoel, als het straks wat meer geld had, dan is dat natuurlijk ook heel leuk. Maar ik ben echt zo trots op Magito. Ik bedoel, oh my god. Hij heeft nooit dit eerder gedaan. En hij rijdt nu gewoon eerste L-wedstrijd. Rijdt hij naar de tweede plek. En de tweede L-wedstrijd rijdt hij naar de tweede en eerste plek. Oh my god, ik ben zo, zo blij. Echt wel. Ik hou zoveel van. Ik ben zo blij met echt nooit dat hij van me weg gaat. En gewoon op 17-jarige leeftijd. En nooit Engels ingereed. Dan is het toch echt. Oh, wat een schatje. Ik ben zo blij. Oh. Dus dit was de hele video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik vond het wel leuk om een keer op gras te rijden. Ik vond het wel wat enger. Ook met krappe wending en zo. Maar het is gelukkig gelukt. En ik ben heel erg blij. En wil je naar mijn vorige L-wedstrijd nog zien? Check dan even deze. Of wil je nog een meer video's zien, check dan even deze afspraak. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doei doei!